Goedenavond. Er is nieuwe hoop voor de Nederlander Romano van der Dusse. Hij zit al ruim elf jaar in een Spaanse cel wegens verkrachting en beroving. Maar nu is er nieuw bewijs dat hem mogelijk vrij pleit. Een kentekenplaat met een chip erin. Dat moet het einde betekenen voor de fraude met kentekens. De overheid test de nieuwe kentekenplaten en hoopt ze snel in te kunnen voeren. Wereldwijd zijn er nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest als nu. En ons land vangt steeds meer van die vluchtelingen op. In 2013 waren dat er bijna 16.500. In 2014 ging het om bijna 30.000 asielzoekers. En nu, halverwege 2015, zitten ruim 23.000 mensen in de opvang. 38 asielzoekerscentra hielden vandaag open dag. En een daarvan zit in Budel. Ze staan maanden, soms wel een jaar op de wachtlijst. Kinderen die geholpen moeten worden in de jeugdpsychiatrie. Die wachttijden zijn al langer een probleem. Maar nu deze zorg onder de gemeente valt, lijkt de oplossing verder weg dan ooit. In de Amerikaanse stad Dallas heeft de politie een man doodgeschoten... die vanuit een autobusje het hoofdbureau van de politie had aangevallen. Ze zouden morgen de grote afsluiter zijn op Ping-Pop, de Amerikaanse band The Foo Fighters... Maar dat optreden is nu hoogst onzeker.